visite, visite, een huis vol met Ronald. Ik heb het ongeluk jullie lobby verlaten. En dan... En Joke is erbij. Met... Oh, maar nou weet niemand over Nationale Kattendag op 9 mei. Fuck! Ah. Dat is eigenlijk wel jammer, want dat hadden we onderzocht. Wauw, we hadden ook gewoon allemaal shit wat ze konden leren en zo. Ja, damn. Nationale Onderbroekendag was er ook nog. Nee, Nationale Fietsdag was er ook. Ja, oh. Ik ga bijna dood. Ja, maar Gijs, je weet wel dat ik survive. Nee, nee, jij gaat zo'n... Je kent mijn ervaring hiermee. Nee, niemand heeft het gezien dus. Kut. Ik ben heel goed, jongens. Nick is helemaal niet goed. Jawel. Nick was als eerste af. Nick, hè, die was gewoon echt gewoon gelijk af. Nee, voor mij was Gijs als eerste af. Nee. Eigenlijk. Of Ronald. Ronald is nu als eerste af. Ja. Ronald noob. Oh, Piet Hein had zijn maat Mickey meegenomen. En daarna kwam Joke met de karaoke. Oh, ik snap hem nu! Oh, okay, waar? Okay, ik snap hem niet. Leg eens uit. Leg hem dan even mooi uit voor mij, Ronald. Ronald, leg eens uit waar dit over gaat. Ik ken de lyric van de visite en huis vol. Oh, damn. Hoe gaat hij dan? Kan je het één keer voor ons Mickey. Zien? Okay. Hey, Gijs. Hey, Nick. Gezellig. Dat wij een TNT-blokje deden. Ja. Ja. Lijkt net op een team iets hebben. Oh. Een huis vol visite. Piet Hein kwam de maat Mickey Mouse meegenomen. Hartstikke mooi, Ronald. Ik geef het op. Ik zeg even een kutreclame. Jullie moeten godverdomme opdonderen met de kut. Wow, wow! Wow, wow. Voor mij al die agressie ineens. Ja, ho, ho, ho. Jongeman, let eens even op die woordjes. Ja, sorry. Hoe gaat het met jullie? Want ik kan niet meekijken. Het gaat eigenlijk best wel goed. Nick en ik leven best alle wel, twee. Zijn er 10 mensen. Ja. Ging als eerst dood namelijk. Helaas. Ja. Je ging zo snel dood dat niemand het zag. Ja, ik weet. Oh, Ronald, ik ben zo teleurgesteld in je nu. Ja. Meerdere mensen zijn teleurgesteld. Dus. Ja, helaas. Ja. Ik denk dat alle kijkers zo zitten van... Ah, dus allemaal even twitteren naar Ronald dat hij een noob is. Het is just Ronald met dubbel yep, D. Yep. Je bent noob. Dankjewel. Ja, ik vind eigenlijk Ronald wel een dikke noob. De titel moet zijn Edges Ronald is noob. Ja, maar dan doe ik hè? Het wel een beetje. Dan wordt mijn Twitter ondergespamd. Oh, nee! Ah, wat een... Oh, nee! Here we go! Nee. Dit was echt totale onzin. Ik leef nog. Ah, Nick leeft nog. Never say that. Nou, wie doen jullie je weddenschap op te leggen wie er gaat winnen? Ik denk Henk. Ik denk Joke, want zij heeft elkaar ook. Nou mensen, wij bedanken jullie voor het kijken, want dit kan een eindeloze wedstrijd worden en wij hebben gewoon het verloren. Gewoon de glorieuze TNT-spelers zijn gewoon al uit. Ja, ik kon gewoon de Joker. Nee, maar dat komt omdat zij hack gebruiken. Dus, als jij ook vindt dat Joker heeft gewonnen, dan doe je een duimpje omhoog. Vind je dat André de karaoke heeft gestolen, dan doe je een duimpje omlaag. Maar André heeft niet de karaoke gestolen, dus... Die moet een duimpje omhoog doen. Dus een duimpje moet altijd gewoon omhoog. En dan zien wij... Oh nee, vergeet niet te abonneren op onze kanalen. Dus David Games, Serena Gaming, het gameportaal en mijn kanaal G-Typo. Oh. Nee, je moet het op de barbecue stijl doen. G-Typo. G-Typo. En dan zien wij jullie later. Ik ben een spook. De echo spook.